Vanmorgen zijn wij aangeland aan de rand van Kuik, namelijk bij de Zevenhutten. Nou, heel veel mensen die hier in Kuik en omgeving wonen kennen het waarschijnlijk wel, maar weten jullie ook wel dat er zo'n mooi stuk natuur is hier? En dat dat ook bijgehouden moet worden, want anders is het straks een puinhoop. En bij mij heb ik daarom... Arjan Putmans, vrijwillige natuurwacht van Brabants Landschap. En ik heb een groep vrijwilligers die hier het onderhoud mee met mij samen doen. En moeten net het natuurgebied worden. Ja. Ik zie op jouw jas staan Brabant Landschap. Maar ik heb begrepen dat jullie niet betaald worden door hun of wel? Nee, wij worden niet betaald. En we krijgen wel kleding dat we herkenbaar zijn. Wij zijn er met een groep van 15 vrijwilligers die één keer in de maand een halve zaterdag in een natuurwerk in de Zevenhutten. We krijgen daar dan de kleding van, dat we herkenbaar zijn. En wat we aan het doen zijn, we zijn het bos aan het opschonen. Er zit een vervelende boom en die willen we verwijderen. De Amerikaanse kersenstad, de prunus. Dat is een woekeraar en die willen we eruit halen, handmatig. Machines willen wij niet in ons bos hebben. Kijk, dat is al heel veel informatie ineens. Maar ik ga eerst even terug naar die vrijwilligers. Met hoeveel mensen werken jullie hier ongeveer? Ik heb 15 vrijwilligers op papier staan. En gemiddeld, als we een vrijwillig ochtend hebben, dan zijn we met een man of 8, 9, zijn er altijd. Dus we kunnen altijd vooruit. Ja. En nu heb ik al even rondgekeken. Ik zie mannen, vrouwen, maar ik zie ook kinderen bijvoorbeeld. Ik heb één kind, één jongen erbij zitten, Mike. En dat is onze jongste vrijwilliger en die is er graag bij. Die is helemaal gek van natuur. Ja. Nou ja, mooi om op jonge leeftijd zo wel goed bezig te zijn. Hebben jullie genoeg aan één ochtend in de maand om zo'n flink stukje bij te houden? Eigenlijk niet, maar mijn vrijwilligers die hebben ook andere dingen te doen. De meeste hoop van mijn vrijwilligers hebben ook nog een werkweek. Dus we moeten één keer in de maand is eigenlijk voor hun lekker. Maar we zouden eigenlijk wel meer kunnen doen, omdat er zoveel werk zit. Yeah. En we kunnen maar werken van 1 oktober tot 15 maart en dan is het seizoen weer voorbij voor ons. Oh, en waarom is dat zo kort dan? Dat is de flora, vanaf 15 maart wordt de Flora en Fauna Wet in werking gesteld. Dan kunnen de dieren en de vogels nesten maken en ja, dan begint het voor de dieren. Blijf jij dan wel een beetje opletten als je bijvoorbeeld ergens een rotte boom tegenkomt of zo en die staat er in juni gevaarlijk te doen? Letten jullie daar dan toch op? Dat is mijn werk ook als natuurwacht, regelmatig rondlopen. Kijken of dat er iets verkeerds gaat in de natuur. Of er een boom omvalt, kan vallen of ligt. Dan doen we die acuut verwijderen als het gevaar zijn voor wandelaars. Ja. Heb je nog mensen nodig eigenlijk? We zoeken eigenlijk nog kinderen, net als Mike, tussen de 8 en 12 jaar of 16 jaar, die graag natuur willen werken. Daar zoeken we nog eigenlijk bij, dat een beetje de jeugd ons op kan volgen. Ja, dat je die vast een beetje in kunt werken voor over een jaar of wat. Ja. Zoiets, ja. Ja. Je vertelde, je bent vandaag een woekeraar aan het weghalen. Dat, is het elke maand iets anders wat je aan het doen bent? Nou ja, we hebben regelmatig ook dat we hebben een waterpoel opgeschoond. Ook net voordat er veel water valt. Dat is ook de bomen eruit, takken sjouwen. Noem het maar op, we doen alles verschillend. En ze hebben er allemaal zin in. Maakt niks uit als ze hetzelfde werk moeten doen, maar ze hebben er altijd zin in. Ja. En wie bepaalt het wat je bijvoorbeeld vandaag gaat doen? Doe jij dat? Ja. Of is dat een team dat erachter zit? Of Brabant Landschap? Of wie doet dat? Nou, meestal krijg ik nou de hand om de Amerikaanse kerst eruit te halen. Maar ja, dan kun je kijken welke struik het is of welke boom is. En dan doen de mensen het eruit halen. Er liggen er ook bomen of staan er bomen die je met de handzaag kunt zagen. Die zagen we om. Die gevaar leveren voor de wandelaar. Ja. En natuurlijk, bij hard werken hoort ook af en toe een bakje koffie, of niet? Nou, de koffie krijgen ze van mij. En de koek zit erbij. En af en toe komt er nog wel eens iets lekkers voor de dag. Ook nog? Als het koud weer is, komt er af en toe wel eens iets lekkers voor de dag. En dat is een verrassing. Dus ik begrijp een enthousiaste groep mensen hier die ook nog goed verzorgd worden. En die goed bezig zijn voor natuur en milieu. Ja, zeker weten. Je ziet hier bij ons, als wij hier zijn geweest, geen stukje vuil liggen. Het gaat allemaal mee en de prullenbak in, thuis en in de natuur niet. Ik hoop dat er een hoop mensen daar iets van leren. Ja. En nog heel even, je zei net, we doen alles handmatig. Waarom breng je niet gewoon de kettingzaag mee en de tractor en zo?
Nee. Dit is, de vrijwilligers willen dit ook zo. Geen machines in het bos. Dit vinden ze leuk. Je moet maar eens rondkijken hoe dikke wortels dat ze eruit graven. En de bomen kortzagen als ze te zwaar zijn. Ze doen het ze graag, dus waarom een machine? De kracht van de mens. De kracht van de mens, ja. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Hey, mag ik jou wat vragen? Jij bent... Ja, Mike. Mike, jij bent hartstikke hard aan het werk hier, of niet? Ja. Waarom eigenlijk? Voor de dieren, dat ze meer plek hebben. Aha, dus je bent echt voor de natuur aan het zorgen hier. Ja. En vind je het ook leuk om te doen? Want ik zag jou zo keihard werken. Vind je het leuk? Ja. Ja? En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, ik ga eigenlijk liever voetballen of gamen of zoiets. Gamen, ik ben wel een supergoeie gamer, maar gamen die staat bij mij op nummer 2, maar mijn mama staat op nummer 1. Oh, kijk, nou, dat vind ik al heel goed. En de natuur, die staat op nummer? 3. Oké. Nou, heel goed. Dan hou ik jou niet van het werk en dan laat ik jou lekker doorgaan. Die hele boom moet er nog uit? Ja. Werk ze. Jij ook. Dankjewel. Hoppa. Ja.